Yes, yes. Goedenavond, dames en heren. Oké, wacht. Moeten we even een paar huisregels doorgeven. 1. Ik speel niks totdat dit gewoon gevuld is. Dus jullie kunnen beginnen met naar voren te komen. Oké. Ik zie sommige mensen zijn nog een beetje verlegen, een beetje twijfelend. Maar ook jullie daar, jullie staan zo leuk. Maar kom een beetje naar voren. Deel met ons. Ja, jullie twee. Meisje met het geblokte hemd. Kom maar. Ja. Schrik niet. Ik bijt niet. Nog niet. Yes. Oké. Soms heb je van die gigs dat je denkt van, oké, luister. Wat jullie nu gaan maken, ik ga het dak er afspelen. En dat zijn toffe gigs. Ik speel ze graag. En zometeen met mijn familie van Refresh denk ik dat we zulke dingen kunnen gaan doen. Maar ik heb ook zelf wensen en ik wil graag ook zelf muziek maken. En daarom ben ik bezig met mijn eigen concept, mijn eigen muziek, mijn eigen verhaal. En allereerst was het een ding voor mij om mijn eigen geluid te creëren. En dat lukt me met deze band. Het is Yannick Hiewatkort, het is een combinatie van een jazzkwartet. Dus Bill Mokouk op bas. Jullie gaan horen, dit is een probleem. Jamie Pate aan de drums. Timothy Banshett aan de keys. Myself on violin. And I combine them with a string quartet. So, introducing on cello, Susanne Rosmolen. On alt-viool, viola, Mara Cheles. Violin, Tessel Hersbach. Right. Oké, jullie gaan zo meteen veel van ze horen. Maar normaal wil ik graag gewoon gelijk beginnen met spelen. Geen poespas, gewoon spelen en gelijk doen. Maar ik ben nu bezig met mijn eigen concept om mijn eigen verhaal te vertellen. Mijn eigen, wat mij bezighoudt, wie ik ben en hoe ik ben geworden tot wie ik ben. En door te schrijven merk je gewoon heel erg veel wat je inspireert, wat je bezighoudt. En een van die dingen is, mijn naam is Yannick Hiewat. En die naam Hiewat, die heb ik omdat een plantage-eigenaar genaamd Hewitt, al zijn slaven gewoon Hiewat heeft genoemd. Dus waar ik vandaan kom, ik heb geen idee. Is het Ghana, is het Ivoorkust of zo? Tijdens de transatlantische slavernij zijn 600.000 Afrikanen geketend in schepen. In schepen gezet, ze hadden ruimte kleiner dan een manse grafkist. Ze werden de verhalen, wie van jullie, ik wil even serieus handen zien. Wie gaat over het licht? Wie gaat over het licht? Kan iemand een beetje zalig voor me zetten? Want ik wil even met deze mensen praten. Ja, ik wil echt een gesprek met jullie hebben. Ik heb echt iets te vertellen. Wie van jullie kent Anton de Kom? Eerlijk en handen zien. Wie kent Anton de Kom? Helemaal niet erg, want het is stuitend hoe weinig, inclusief ikzelf, wist van onze eigen geschiedenis. Wie heeft allemaal iets geleerd over de Tweede Wereldoorlog? Oké. Meneer Anton de Kom was een Surinaamse hij had bepaalde politieke idealen. En hij heeft, onder andere in de Tweede Wereldoorlog, is hij gestorven omdat hij in het verzet zat. Hij is in een Duits concentratiekamp is hij in 1945 om het leven gekomen. En dat is nadat hij onder andere dit boek heeft geschreven. Wat mij nu ontzettend inspireert. En dat boek heet Wij Slaven van Suriname. Ik heb wel wat geleerd op school over de geschiedenis van de zwarte Amerikanen in Amerika en zo. Maar eigenlijk mijn eigen geschiedenis als Surinamer ken ik niet. En die is zo ontzettend verweven met de geschiedenis van heel Nederland, van alles wat er nu omheen is. De hele wereldeconomie, allemaal opgebouwd met slavernij. Dat moeten we niet vergeten. Ik ben gewoon letterlijk een product van verscheepte Afrikanen. Die geslagen, gezweept. Ik zal nu geen anekdotes uit het boek voorlezen, maar ik raad jullie aan, koop het boek en lees het. Want we hebben een gedeelde geschiedenis. En dat moeten we niet vergeten. We zijn hier als één en we gaan zo meteen celebraten en muziek maken en genieten, dansen. Het hele verhaal. Maar we zijn hier als Surinamers, Antillianen, Nederlanders. We hebben allemaal, we moeten met elkaar leven en we moeten gezellig hebben. Maar daarom moet je wel weten hoe ik hier kom. Hoe hier, Esperanza, Pink Oculus. Hoe komt zij hier? Wat is het geschiedenis? Vorige keer werd ik net even emotioneel, dus ik probeer me nu even te bedaren. En dat gaat goed zo ver.
Maar ik ga jullie gewoon eventjes snel wat vertellen over de stukken en daarna ga ik gewoon mijn mond houden en gaan we lekker voor jullie spelen. Maar de eerste track heet Abduction. Dit verhaal gaat over de laatste nacht waarop letterlijk mijn voorouders gevangen zijn genomen, in forten zijn gezet, af werden geranseld en een onzekere toekomst tegemoet gingen. En natuurlijk moet er één laatste nacht zijn geweest voordat ze vertrokken. Over die vibe, dat gevoel, daarover gaat het eerste track. Daarna gaan we over in een track, een anthem, voor mij een ode aan al die mensen die gestorven zijn voor ons. Abduction. En vervolgens zijn er nog een paar nummers. Eentje heet First Laughter. Dit gaat over het moment waarop je op die schepen werden natuurlijk ook kinderen geboren. En zijn andere kinderen. En ik persoonlijk zelf ben echt een positief en vrolijk jongen. Dus wees niet afgeschrikt door het verhaal. Begrijp me niet verkeerd. Kinderen die zijn geboren in Afrika uiteindelijk aan zijn gekomen, bijvoorbeeld in Suriname, moeten een eerste moment hebben gehad, hoe wrang en echt wrang ook, waarop ze voor het eerst weer konden lachen, waar first trauma's. En daar moment waarop een kind weer speelt, daarover gaat de track First Laughter. En ja, verder gaan we nog afsluiten met een track One Minute Virus en we hebben nog een Dark Sunrise. Maar voor de rest wil ik vooral de muziek laten spelen. Maar jullie hebben een beetje indruk van hoe of wat. Ik wil nog steeds zeggen, kom als je nog een beetje ver weg staat en je twijfelt. Kom nog steeds dat stapje naar voren. Wees niet bang. Want ik wil dit moment echt met jullie delen en met jullie viben. Ik ga stoppen met praten. Ewald Cortez en let's go.